Welcome back. It's going to be one heck of a season, I think. To be honest, I don't think we've done the best job maintaining our performance through this regulation change. Though we're going to be playing a bit of catch-up this year. We're counting on you, but you've got the whole team behind you. Alrighty then. Another year, another championship. I hope you're well rested. Well, as much as you can be for someone who has to spend half their life in the gym anyway. Let's get to it. Een hele goede dag mensen en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van F1 2019 de Career Mode. We gaan verder in seizoen 3. En ja, zoals jullie kunnen zien heb ik mijn team bekendgemaakt. Ik ben teamgenoot van Lewis Hamilton bij Mercedes. En dit belooft een spannend jaar te gaan worden. En ja, hier zie je dus de driver transfers. Russell heeft mij namelijk vervangen bij Alfa Romeo en Kubica maakt zijn rentree in de Formule 1. We zijn wel achter Alfa Romeo beland in de R&D3, maar het is helemaal niet erg. We gaan eerst door met mijn intro. Ja, het is Mercedes geworden. En waarom Mercedes? Nou, ik vond om nog een seizoen bij Alfa Romeo te blijven, vond ik niet goed. En ja, we hebben al gelijk wat R&D punten namelijk, dus dan kunnen we wat upgrades gaan doen. Maar het belooft een spetterend seizoen te gaan worden. We zijn achter Alfa Romeo beland. Dus we moeten alweer een inhaalslag gaan doen, net als in seizoen 2. Maar dat geeft helemaal niks. We gaan eerst door met de kwalificatie voor de seizoensopener in Australië. We're just about ready to kick off today's qualifying here in Melbourne. It's the Australian Grand Prix. With the weather as it is today, Anthony Davidson, we have, to some extent, to throw the form book out of the window. Who do you see having the advantage on this slippery, unpredictable track surface? The trouble is, Crofty, they need to be thinking about the race tomorrow. You don't want to go jacking up the ride heights and piling on a few points of extra downforce that you're not going to want in the Grand Prix itself. The Parc Fermé regulations mean that you have to make that choice. The best thing the drivers can do is adapt with the tools they have available in the cockpit. Moving the brake bias forward will help stop the rear end slipping out under braking, and opening up the differential can really help tame the oversteer on corner exit. The drivers that can make best use of these techniques will have the best chance for success here today. Nou, we zijn inmiddels aanbeland bij onze auto, maar we hebben helaas een elektrisch probleem. Dat duurt dus 3 minuten en die 3 minuten zijn voorbij inmiddels. En het regent hier in Australië. Ik hoop niet dat het in Q3 ook regent. Dat zou wel heel erg jammer zijn voor ons natuurlijk. We zien er al een klein beetje door. Wat aquaplanning heet, want de auto was een beetje oncontroleerbaar. Over startfinish heen gekomen en het is op dit moment P13 op 2 seconden van Vettel, wat niet goed is. Inmiddels doorwezen naar P14, Kvyat naar 13 gegaan en we schieten hier al een klein beetje door, wat onze tijd niet verslechtert, want hij zit nog in het groen. Terwijl Q1 er alweer bijna op zit, met nog 4 minuten te gaan op de klok. En dan is het hier nu gewoon een hele snelle tijd inzetten om te zorgen dat wij safe zitten. Want als twee mensen hun tijd verbeteren en wij niet, dan zijn wij al weg van Q1. Dus ik push als een gek hier. We zitten een tiende boven de tijd van Vettel. Groen, persoonlijke verbetering. En waar komen wij dan nu terecht in Q1 op plek 5. Doorverwezen naar P9, maar we zijn wel door naar Q2. En Kubica naar P10. Hij maakt trouwens hier zijn debuut in F1 2019. Wat heel knap is. En gelijk voor Alfa Romeo kiest. Dat is een prima keuze. Want ik heb hier vorig seizoen heb ik daar de wereldtitel mee behaald. En ik denk ook wel dat Alfa Romeo ook nu nog steeds enorm sterk is. Bij de beide races denk ik. We zijn inmiddels aanland bij Q2. Nog steeds regen. En voor ons rijdt Perez. Hopelijk dat hij ons niet lastig maakt in deze eerste ronde van Q2. Maar ik vind de regen heel irritant. Klein beetje te wijd. Daar hebben we Perez voor ons. Die heel traag rijdt. En waardoor wij
heel veel tijd verliezen. Devin Butler zet een 1.34.7 neer. En ik denk dat wij een 1.35 zoveel neerzetten. Het wordt een 1.33.9. Nog voor Lewis Hamilton. Oké. De regen is alweer bijna weg. Q2 zit er ook alweer bijna op. We zijn inmiddels doorverwezen naar P6. Weber en Leclerc hebben hun tijd verbeterd. En dan is het nu deze ronde heel snel zien te rijden. Want dan zijn we zeker door naar Q3. Ik moet wel toegeven dat de auto anders handelt. Hij schakelt laat terug. Wat bij de Alfa Romeo niet was. Dus ik moet daar heel erg aan wennen. Paars, groen. In sector 1 en 2, we verliezen hier wel wat tijd. En ik laat hem hier dus even schieten. En laat Weber, is dat Weber? Ja, sorry Weber. Ja, ik moet daar ruimte creëren voor Ricciardo. Het was Kwiat, sorry Danny. Sorry voor het blokkeren. We krijgen er geen penalty trouwens voor. Want ik blokkeerde hem echt bewust. Om ruimte te maken voor een Torosso die daar volgens mij rijdt. We zitten nu in het groen, terwijl Q2 langzaam wegtikt. Nog 4 seconden op de klok. Over start-finish heen gekomen op dit moment. Nou, we blijven op plek 5 staan. Goed resultaat. En dan kunnen we nu door naar Q3. Hamilton maar net door. Want anders had Perez hem gepakt. Inmiddels bij Q3 en het is in één keer droog op de baan. Het is bewolkter gaan worden, maar de regen is weg. Heel fijn, want dan komt deze auto tot leven als het droog is. Want in de regen kan ik helemaal niet rijden. Paars in sector 1. En zo zie je maar dat wij dadelijk denk ik gewoon weer op pole position staan. En hopelijk dat Lewis Hamilton naast ons staat. Fiat met een 1.28.3. Onszelf met een 1.26.2. Heel erg snel. Leclerc heeft zich verbeterd. Dus moeten wij alles of niets geven. Butler naar 3. Heel knap. Voor zijn Torosso team. Komen over start finish. Paars. Paars. In sector 1 en 2. En we pakken de snelste tijd met een 1.21.4. Misschien kan ik nog deze tijd verbeteren. Want we hebben nog een paar seconden op de klok. Kwalificatie is compleet. Paars, groen. Bottas naar 3. En dat betekent dat we onze tijd nog wat gaan verbeteren met 0.3 ongeveer. Dat is trouwens paas in sector 3. Heel erg goed gedaan. Pole position gepakt voor de seizoensopener in seizoen 3. En we geven gelijk onze stempel aan Mercedes. 18e los van Charles Leclerc. En Hamilton naar 4 op 1.3. Heel erg pijnlijk. En Kubica in de top 10. Goed gedaan, Robert. Maar wij starten dus van pole position. Gewoon een goede auto hebben en dat is het. Ja, dat klopt. Daar heb je wel gelijk, Claire. Terwijl we een achievement hebben ontgrendeld. Oké, doei, Claire. De rivaliteit breakdown. We winnen op dit moment van Lewis Hamilton en we winnen ook op dit moment van Sebastian Vettel. Hij was trouwens ook ons rivaal in seizoen 2. De resource punten zijn nu weer zoals altijd normaal of veel. In Bahrein kunnen we die misschien gaan spenderen voor upgrades. Ja, veel dus. De reputatie is gestegen met elk team, Vettel en de sportsmanship. I think we can call that a successful qualifying. We should be in with a good chance. Nou, dankjewel Jeff. Ja, we gaan het hier dus gewoon zien voor de seizoensopener in seizoen 3. We starten in ieder geval van pole position. Hopen dat we de race ook winnen. We gaan het zien.
They say that even a second is an eternity in Formula One, so going 4 winter months with no racing at all has seemed a very long time indeed. We're back though in Melbourne, home of the Australian Grand Prix since 1996. The Melbourne circuit is certainly one that needs to be taken seriously. Its combination of slippery surfaces and difficult corners make it a tricky track when it comes to overtakes. Drivers find it hard to pass and will need to take full advantage of those DRS zones if they want to have any hope of breaking through. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. The Professor lines up on pole position with Charles Leclerc alongside. Considering the rest of the grid, we have Bottas, Hamilton, Sebastian Vettel, and Kvyat, Verstappen, Butler, Weber, and Sergio Perez, Gasly, Russell, Antonio Giovinazzi, and Magnussen, Sainz, Grosjean, Kimi Raikkonen, and Daniel Ricciardo. Stroll and Robert Kubica takes the last spot on the grid. And with preparations almost complete, let's head. We zijn inmiddels aanbeland bij de auto. En ja, de race is lang. 29 ronden, volle tanks. En we gaan beginnen met de allereerste aflevering in het nieuwe seizoen. Seizoen 3, carrière aflevering 44. En we zijn onderweg met onszelf op pole position. En het is in ieder geval een hele goede start. Want we blokkeren Charles Leclerc en Valtteri Bottas die nergens naartoe kunnen. En we behouden dus de leiding in box nummer 1. En dan is het nu een gat trekken van Charles Leclerc. Zorgen dat hij niet in onze slipstream kan komen. En het is nu gewoon het doel wegrijden. Dat is nu het advies. Net als in Abu Dhabi. We zetten de snelste raceronde met een 1.28.3 neer. En Bottas heeft Leclerc verschalkt. 2 seconden is het inmiddels naar de fin. En deze auto vind ik veel fijner rijden dan de Alfa Romeo. Dat klinkt heel gek. Maar dat is gewoon zo. De auto rijdt soepeler door de bochten, vind ik. Veel soepeler dan de Alfa Romeo. Maar de topsnelheid is volgens mij wat slechter dan mijn vorige team. Paas in sector 1. Dat betekent dat we hard aan het pushen zijn. We zetten weer de snelste met de 1.24.0 neer. DRS is beschikbaar geworden. En het gat naar Bottas is 3.5. Best wel groot aan het worden. En dus moet ik hier nu Urs gaan besparen. Anders zitten we zonder Urs. En dat is niet de bedoeling. En ik ben benieuwd waar Lewis Hamilton zit. Ik weet niet precies waar hij zit. Dat is ronde nummer 8. Leclerc heeft Bottas weer verschalkt. Maar wij behouden nog steeds de leiding. Ik weet niet wat het gat met Charles Leclerc is. 6.6 inmiddels. Lekker groot is. En Hamilton die heeft een paar posities verloren volgens mij. Wat niet goed is, maar ik hoop dat hij nog een paar posities kan winnen. Want dat zou wel top zijn voor Mercedes natuurlijk. Ronde nummer 9 inmiddels. Oké. Ja, we bereiken dus de pitstops. En we gaan dus naar de medium band. Geen regen op dit moment, alhoewel ik de lucht die ziet er niet goed uit. Oké, nog één pitstop over, terwijl het daar geel is in sector 2. Is dat Perez die is uitgevallen? Het is Perez. Die is dus uitgevallen. Brengt dat een virtual safety car op? Weet ik niet. Ik denk het wel. Ja, virtual safety car is uit. En dus moeten we hier een delta gaan aanhouden die in het groen zit. Ronde nummer 10. De eerste virtual safety car van het seizoen is een feit. En dat begint natuurlijk hier in Melbourne. Oh, wat afgeleid zie ik.
virtual safety car is ending. Maintain your pace until the green flag. BSC ending. Wait for green. Oké, dat was een hele korte virtual safety car. Ik had verwacht dat die langer zou zijn. Want de auto van Perez staat daar nog hoor. Caution, caution. Het is hier namelijk geel. En nu dus weer groen. Ronde nummer 10. Ja, de auto van Perez is nu weggehaald. En dus kunnen we weer hetzelfde tempo rijden als voorheen in deze grote prijs. Ronde nummer 11 en we duiken naar binnen voor een setje medium. En dan gaan we hier ook de race op uitrijden. Goeie stop, 2.0. Leclerc heeft nu de leiding in handen. En Verstappen gaat ons denk ik ook passeren. Ja, Verstappen heeft ons nu gepasseerd. En we zijn doorverwezen naar P3. Oké, dus we moeten dus op deze banden gaan letten, want Jeff adviseert om op deze banden ook de race te gaan finishen, wat ook de bedoeling is. En nu moeten we het gat naar Verstappen zien te dichten. Dat is dus het doel op dit moment. Ik ben benieuwd waar Lewis Hamilton is. Ik weet even niet welke positie hij is. Maar ik hoop dat hij nog terug kan knokken naar plek 6, plek 5. Dat zou wel hartstikke tof zijn. 7.2 is het gat naar Verstappen. En Verstappen en Leclerc duiken nu naar binnen voor een setje medium. En wij passeren hun dus op het lange rechte stuk. Ronde nummer 13. Het gat naar Leclerc is 3.7. Op dit moment. En Verstappen verliest twee posities. Aan Vettel en aan Kvyat. Gat naar Hamilton is 17.7 seconden. Heel groot. En dat kan hij denk ik niet meer dichtrijden. Waar ik bang voor ben. Want dat zou betekenen dat wij alweer de enige Mercedes-coureur zijn die weer de car moet gaan trekken. Was ook bij Alfa Romeo namelijk. Zetten er zelfs raceronden in met een 1.23.7. We moeten wel even op de Earth en Fuel gaan letten. Dat wij die niet helemaal opbranden. Dat is ook niet de bedoeling. Gaat naar Leclerc is 12 seconden, als ik dat goed zag. Leclerc behind. The gap to the car behind is 11.3 seconds. They're on fresh mediums. Their tires are one lap old. The time last lap was a 11.3 naar Charles Leclerc, ronde nummer 16 inmiddels. En Hamilton heeft het moeilijk. Die zit achter Robert Kubica. Of achter George Russell. Maar het is hier een comfortabele wedstrijd voor ons. Geen moeite gehad bij de pitstops. En we rijden gewoon lekker onze rondjes. Wat natuurlijk goed is. Want zo brengen we dus eerder een eind aan de race. Okay, the gap behind is 9.4 seconds. They're on fresh mediums. Their tires are 3 laps old. The time last lap was a 1.25.6. Oké, 9.4 dus naar Charles Leclerc. Ja, en dat gat kan hij denk ik gewoon niet meer dichtrijden. Ronde nummer 17 inmiddels. De race zit er eigenlijk alweer bijna op. Nog 12 ronden te gaan. ...9.9 inmiddels, ronde nummer 21 nog 8 ronden te gaan. En we komen wat achterblijvers tegen, zie ik, op de map. Ik zie ook eentje voor me rijden, dat is volgens mij Lance Stroll. Of dat is een Renault, ik denk Ricciardo die dat is. Ricciardo die op een ronde wordt gezet dadelijk door ons. Want we zien hem al rijden trouwens. Ik zie hem al rijden. Recht voor ons zie ik hem. 11.6 naar Charles Leclerc toe. En dan moeten we dadelijk zorgen dat we Ricciardo makkelijk voorbij kunnen. En dat hij hier ons niet ophoudt en wij geen kostbare tijd verliezen. Front of the pack, Leclerc is behind you. The gap to the car behind is 11.6.
our last stop. No more scheduled pit stops. 9 laps to go. 11.6 dus naar Charles Leclerc, terwijl we hier Ricciardo in één keer tegenkomen, die hier hopelijk ons hier voorbij laat in de DRS gedeelte, zodat wij er geen last van hebben. Maar de vraag, doet hij dat ook? Nee, dat doet hij dus niet. Gaat hij hier ook afremmen? Maar hij remt hier wat af. Dan moet ik hier de buitenkant kiezen. En dan laten we ons hier op een heel ongemakkelijk stuk voorbij. Niet slim, Daniel. Had nou gewoon afgeremd in de DRS-zone. Dan had je veel minder tijd verloren. En ik ook dus veel minder tijd kwijt. De volgende blauwe vlag is voor Sainz. In zijn Racing Point, ronde nummer 23. Hopen dat hij ons hier ook eenvoudig voorbij laat gaan. 11.0 seconden na Charles Leclerc. Dat gaat hij denk ik niet meer dichtrijden. Ah, mooi Sainz. Mooi, knap. Op dit punt goed gedaan. Niet in deze bochten. Hij weet tenminste wel hoe het moet en Ricciardo niet. En dan is het nu nog steeds onze rondjes rijden hier in Albert Park. Ik ben eigenlijk best wel blij trouwens dat er geen regen is, want het ziet er nog steeds bewolkt uit. En ik had eigenlijk verwacht dat er nu druppeltjes zou komen hier in Melbourne, alleen dat is dus niet het geval. We komen dadelijk zometeen weer een blauwe vlag tegen. Ik weet niet van wie, dat is volgens mij Stroll bedoel ik. En hopelijk dat Stroll het ons hier niet moeilijk maakt. Ronde nummer 24. Ah, mooi Stroll. Goed gedaan. Direct aan de kant en ons geen tijd verhindert. Nog 5 ronden te gaan. Dan zit de eerste ronde van seizoen 3 er alweer op. En dan is het door naar Bahrein. Waar ik verwacht ook een heel sterk Mercedes. En een heel sterk Ferrari. En een Williams. Maar vooral Williams. Ik ben bang voor Williams. Want hun auto is nog steeds de allerbeste in de R&D progress. Dus wij moeten daar wel voor oppassen. Rood in sector 1. 1/4 langzamer. Maar ik hoef ook niet echt hard te gaan pushen. De laatste ronde loopt inmiddels voor de seizoensopener hier in Australië. En dat betekent dat wij dus dadelijk de race gaan winnen. En de volle buit scoren. Want we hebben nog steeds het snelste racerondepunt op ons naam staan. Terwijl nog 1 ronde tank beschikbaar is, brandstof beschikbaar is. Nou, groen is sector 1. Ik kan misschien nog gaan verbeteren als dat kan. Maar ik weet het niet of dat de moeite waard is. We komen over start-finish. En wij winnen dus de allereerste race in seizoen 3. En dit belooft wat voor de resterende races van het seizoen. Yet another historic win under their belts. Well done to the team at Mercedes. Anthony Davidson, how do you think they were able to set themselves apart today? Well, I honestly feel it was down to the driver and car today. I mean, we can talk driver skill all day, but if you don't have a solid team to back that, you're never going to get anywhere. When you hit that sweet spot of having both an excellent driver and an incredible car, that's when you see results like those we witnessed today. Mercedes are on top form once again after an excellent race weekend. It's great to see them up on that podium once again. Nou, de uitslag, wij winnen dus de seizoensopener in Australië, pakken ook een punt voor de snelste raceronde. Hamilton stelt enorm teleur, 4 plekken verloren en daardoor verliezen wij op dit moment de constructeursleiding aan Ferrari. Kubica krijgt driver of the day, terecht 8 plekken gewonnen,
Let's move on to the constructors. Ferrari en twee uitvallers, Gasly en Perez. Well, and an end to another fantastic weekend of racing. Thanks to everyone who joined us, and we'll see you for the next one. Ferrari pakt dus de leiding, en hier hebben we Claire. You're surpassing all expectations. Can anything or anyone stop? Ja, met dit team dus niet. Some excellent overtaking moves from your former teammate today. Did he learn some of them from you? Ja, nou, ik denk dat meer andersom is. Weber was een uitstekende teamgenoot. Ja, en die jongen verdient gewoon voor een topauto. Are you surprised to see Lucas moving teams? Ja, eigenlijk wel. Want Williams was gewoon een topauto. En ik had verwacht eigenlijk dat hij daar bleef zitten. Maar ik heb hem toch voor dat antwoord gekozen. Welke crash, Claire? Ik weet niet welke je bedoelt. Oké, tot in Bahrein. De resultaten van de rivaliteit. Breakdown. We winnen ten opzichte van Hamilton en Vettel. Wat natuurlijk goed is. De resource punten voor updates aan de auto en upgrades natuurlijk. In Bahrein komt volgens mij ook een paar kleine upgrades die ons wat meer naar voren moeten brengen. Lekker veel dus. De reputatie bij de beide teams natuurlijk is gestegen bij Mercedes en andere teams. Veteran en Sportsmanship. En jullie kennen het allemaal wel. Great work this weekend. It was fantastic to see you up on that page. Nou, dankjewel Emma. Nou, dit was dus weer mensen. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Als je genoten hebt, beloon het met een like. Ben je benieuwd? Ik kan alle weer meer afleveringen zien van de 2019 Green Mood. Ram dan gewoon op de abonneerknop. En schakel ook een like belletje op. Als je geen enkele video meer van me mist. Reageer wat beter kan moet worden aan deze video. Of als je video tof vindt, zeg dan, hey, tof video, dit en het komt beter. Of ik heb genoten van de inhoudactie. Of noem maar op. Spam de comments gewoon voor ons. Zou ik zeggen, fijn dat we verder. En dat zien we tot de volgende keer bij 2019 Green Mood. We gaan verder in Bahrein.